Bij een gewapende overval in een hotel in Zuid is een nachtportier meerdere keren geslagen en bedreigd met een mes. Op bewakingsbeelden zijn de daders te zien tijdens hun zoektocht naar geld en de kluis. Op 12 oktober rond 3:15 kloppen de mannen met hun steekkar aan bij het hotel aan de Jan Luikenstraat. De nachtportier opent nietsvermoedend de deur. De mannen vragen eerst om een kamer, maar gaan direct achter de receptiebalie staan. Een van de overvallers laat de nachtportier een groot mes zien en bedreigt hem direct door te zeggen: "Ik maak je af." Ze eisen het geld uit de kassa, maar dat blijkt niet genoeg. Ze vragen om nog meer geld en om de kluis. Ondanks dat de nachtportier ze naar de kluisruimte leidt, krijgt hij een paar flinke klappen. De daders zetten de kluis uiteindelijk op hun steekkar. Opmerkelijk is dat ze de kluis niet meenemen. Mogelijk omdat ze het niet aandurven met de verschillende in- en uitlopende gasten. De mannen vragen dan naar ander geld, waarop de nachtportier hen meeneemt naar een locker. Het lukt de medewerker echter niet om deze te openen. De daders vragen hem uiteindelijk hoe ze het hotel op een andere manier kunnen verlaten dan via de voordeur. Ze verlaten het hotel via een nooduitgang. De steekkar laten ze achter. Ja, en nou zijn er beelden van de daders die al eerder gesignaleerd zijn met die steekkar. Ja, dat klopt. Vrij nonchalant lopen ze met die steekkar vanuit de Willemsparkweg over de Van Baarlestraat naar de Jan Luikenstraat. Ja, zie je lopen. Ze zijn ook gewoon nog een sigaretje aan het roken. En ja, net alsof ze naar hun werk gaan. Alleen het tijdstip is natuurlijk een beetje vreemd om dan midden in de nacht met zo'n steekkar te lopen. Maar ja, die hadden ze meegenomen omdat ze ervan uitgingen dat ze de kluis mee zouden nemen. Ja, er zijn ook signalementen van de daders. Ja, klopt. Deze twee zijn natuurlijk goed in beeld, dus we hebben ook een redelijk goed signalement. Het gaat om een blanke, lichtgetinte man, kort donker opgeschoren haar, rond gladgeschoren gelaat, gezet postuur. Hij heeft een zwarte jas aan van het merk The North Face tot op de heup. Draagt een zwarte broek, zwarte schoenen met een witte zool. En hij had op enig moment oranje huisartshandschoenen aan. En hij droeg een pet met het embleem van de New York Yankees. Nou, tweede dader. Dat is een lichtgetinte man, normaal postuur. Had een bril op met een zwart rechthoekige montuur. Dun zwart snorretje en sikje. Droeg een sjaal, vermoedelijk bruinkleurig. Een donker vest met een wit logo op de linkerborst aan. Een gebreide donkere met witte muts. En ook hij had oranje handschoenen aan.